Gegeven is de volgende getallenrij, met de bij de vraag wat is de recursieve formule en wat is de directe formule die hoort bij deze getallenrij. Dan nou gaan we deze getallen bekijken, dan zien we dat het verschil tussen de opeenvolgende getallen niet constant is. Hoe zit het dan? Hoe stellen we dan de formule op? Nou, we hebben hier niet te maken met een lineair verband, maar met een exponentieel verband tussen die getallen. Vandaar dat we het in deze video gaan hebben over getallenrijen en exponentiële verbanden. Dus we bekijken nogmaals die getallenrij en vragen ons af hoe stellen we hierbij de recursieve en directe formule op. Dan gaan we de term 288 delen door zijn voorafgaande term 192 en gaan we ditzelfde doen voor elke volgende term. Dan zien we dat deze delingen allemaal op hetzelfde uitkomen, namelijk allemaal gelijk zijn aan anderhalf. Wat betekent dat er tussen elke twee getallen een constante factor zit. Namelijk een factor anderhalf. En met deze informatie kunnen we de recursieve formule opstellen. Namelijk de relatie tussen elke term en zijn voorafgaande term. Elke term in die rij is gelijk aan de factor r keer zijn voorafgaande term. Met r bedoelen we dus de constante factor. Waarbij de r afkomstig is van het woord reden. Wat ook wel verhouding betekent. Voor deze rij is r gelijk aan anderhalf. Verder is een recursieve formule nog niet compleet zonder U0. En U0 is gelijk aan 192, dus dit is de recursieve formule die hoort bij deze rij. Maar wat is dan de directe formule die hoort bij deze rij? Daarvoor gaan we een aantal waarden uit die rij berekenen, startend met U0 is 192. Elke volgende term krijgen we door de voorafgaande term met anderhalf te vermenigvuldigen. Dus U1 is anderhalf keer U0, ofwel anderhalf keer 192. En u2 is anderhalf keer u1, ofwel anderhalf keer anderhalf keer 192. En hierbij kunnen we anderhalf keer anderhalf natuurlijk schrijven als anderhalf kwadraat. En u3 is gelijk aan anderhalf keer u2, ofwel anderhalf keer anderhalf kwadraat keer 192. En hierbij kunnen we anderhalf keer anderhalf kwadraat weer schrijven als anderhalf tot de derde. Je ziet er al de regelmaat ontstaan. We krijgen uiteindelijk dat un gelijk is aan anderhalf tot de macht n. Keer 192. Nou, en wisselen we hier de macht en de factor 192 van plek, dan geeft dit de directe formule die hoort bij deze getallenrij. Un is 192 keer anderhalf tot de macht n. Een vorm die je ook wel kent van exponentiële groei. Met 192 de waarde van U0 en anderhalf is dus die waarde van die constante factor r. Dus, Algemeen hebben getallenrij, begin het met u0 en constante factor r, dan is de directe formule gelijk aan un is u0 keer r tot de macht n en is de recursieve formule gelijk aan un is r keer un min 1 met beginterm u0. Laten we hier nog even een voorbeeld bij bekijken. Gegeven is de recursieve formule un is 1,4 un min 1 met beginterm u0 is 120. Stel de directe formule van UN op. Voor het opstellen van de directe formule hebben we de beginterm nodig en de factor nodig. Je ziet, je hebt een rij met beginterm U0 is 120 en verder factor R is 1,4. Hieruit volgt dus dat UN is U0, 120, keer R tot de macht N, ofwel 1,4 tot de macht N. En dit is dus de directe formule die hoort bij die getallenrij. De tweede vraag, bereken de zevende term van de rij en rond af op gehele. De zevende term, bedenk dat is gelijk aan u6. Dus in de formule gaan we invullen n is 6 en dat geeft 120 keer 1,4 tot de macht 6. Reken het uit, dan komen we uit op 903,54 puntje, puntje, puntje. De opdracht was rond af op gehele, dus dit geeft dat dit ongeveer gelijk is aan 904. En dan nog een derde vraag. Vanaf de hoeveelste term is de waarde van UN groter dan 50.000? Nou, we weten de directe formule voor UN. UN is 120 keer 1,4N. Dus de vraag is voor welke waarde van N komen we boven de 50.000? Wat we hier kunnen doen is deze als een formule invoeren in de grafische rekenmachine. Dan krijg je voer in i1 is 120 keer 1,4 tot de macht x. En nu zou je ook een tweede formule in kunnen voeren. i2 is 50.000 en dan te kijken voor welke waarde van x die twee grafieken elkaar snijden. Maar slimmer is om gewoon te kijken in de tabel die hoort bij deze formule. Want de tabel staat standaard ingesteld op hele waarde van x. Dus je kunt heel makkelijk nagaan voor welke waarde van x je boven de 50.000 komt. Dus heb je die formule ingevoerd en bekijk je vervolgens de tabel die hierbij hoort, dan geeft de tabel. Dat bij x is 17 hoort i is ongeveer 36.590. En bij x is 18 hoort i is ongeveer 51.225. Je ziet dus bij x is 17 zit hij er nog net onder. En bij x is 18 zit hij net boven de 50.000. Dan noteer je altijd de x en i waarvoor je er net onder zit en er net boven zit. Zo kan er geen misverstand meer over bestaan of de waarde toevallig nog één kleiner of één groter had kunnen zijn. Nou, voor x is 18, dat is dus de eerste waarde waarvoor we boven de 50.000 zijn. x is 18 hoort dus bij n is 18, ofwel u18. Nou, de hoeveelste term is dit? U18 is de negentiende term. Dus, conclusie, vanaf de negentiende term is un voor het eerst... Groter dan 50.000. En hiermee hebben we ook de derde vraag beantwoord. Dus is bij een getallenrij het quotient van twee op één volgende termen steeds gelijk? Dan hoort bij die getallenrij een exponentieel verband. We hebben we dus een rij beginnend met U0 en is de deling tussen elke term en zijn voorafgaande term steeds gelijk aan R? Dan betekent het dus dat je dus elke term in die rij kunt berekenen door de voorafgaande term met R te vermenigvuldigen. Hierbij hoort de directe formule un is u0 keer de factor r tot de macht n. En de recursieve formule die hoort bij deze getallenrij is gelijk aan un is de factor r keer de voorafgaande term un-1 met beginterm u0. Dit was hem weer voor nu. Tot in de volgende video.